De paraatheid van het Nationaal Leger wordt strategisch verhoogd. Dit zei waarnemend bevelhebber Werner Kjoassen vandaag bij de bevordering van ruim 150 militairen. Hij gaf tijdens zijn spreekbeurt aan dat het leger steeds meer invulling dient te geven aan de eisen van de wereld. Als organisatie hebben we de keus om dit proces van aanpassen en veranderen bewust, zorgvuldig en strategisch ter hand te nemen, of we kunnen het gewoon over ons heen laten komen. Vanuit de leiding is er dan ook natuurlijk voor gekozen om dit proces van aanpassen en veranderen strategisch ter hand te nemen. Vandaar de transitiefase waarin de organisatie zich bevindt. Het bevorderen van militair personeel gebeurt daarom niet voor de mode of voor de vorm, maar omdat er sprake is geweest van een zekere mate van capaciteit, getoond plichtsbesef en werkwilligheid bij de bevorderde militairen. En omdat met de bevordering ook wordt geoogd kwalitatieve versterking van de organisatie, zodat de organisatie beter kan beantwoorden aan de grondwettelijke militaire taken. Onder de bevorderde manschappen bevonden zich naast soldaten ook onderofficieren en officieren. Defensieminister Krishna Mathura richtte eveneens een woord tot de militairen. De bewindsvrouw stond onder andere stil bij de uitdagingen waarmee Defensie te kampen heeft. Hieronder vallen naast rechtspositionele ook financiële aangelegenheden. De bewindsvrouw is ondanks de uitdagingen ervan overtuigd het defensieapparaat naar grotere hoogten te tillen. De dienstbaarheid van militairen en het burgerpersoneel speelt daarbij een belangrijke rol. Dit betekent dat we zowel als organisatie, maar ook als individu beter, moderner en efficiënter moeten worden. Alleen aan het werk komen, je werk doen en naar huis gaan is niet voldoende. We gaan moeten nadenken hoe we een grotere bijdrage kunnen leveren aan ons land, uw land, mijn land, ons geliefd land. Hoe kunnen we vandaag beter zijn dan gisteren? Wat kunnen we anders doen en beter doen? Dit is wat een modern leger vraagt. Het vraagt kennis, vaardigheden en een sterk en integer inborst. Minister Mathura heeft verder de nadruk gelegd op het bevorderen van kameraadschap binnen het Nationaal Leger. De defensieorganisatie moet volgens haar alleen maar positiviteit uitstralen. Ze bedankte alle militairen die zich inzetten om de organisatie verder te professionaliseren. Voor ons is de overheid één en ondeelbaar. En mensen in nood rekenen op de overheid en dus ook op ons, militairen. Militairen, met deze inzet heeft u het imago van het leger bijzonder verbeterd. U heeft vaderlandsliefde, professionaliteit en discipline gedemonstreerd. En ik ben u als minister van Defensie bijzonder erkentelijk en dankbaar voor. Onder de aanwezigen bevonden zich naast de commandanten van de diverse legereenheden en overige hooggeplaatste officieren eveneens de recent geslaagde kadetten Elios Peerwijk en Argilio Frankly. Peerwijk en Frankly hebben de Caribische Militaire Academie in Jamaica met zeer goede cijfers doorlopen. In gesprek met de STVS-redactie gaan zij in op de bevorderingen van hun collega's. Ik vind het super. Ik vind het leuk wanneer ik zie dat mijn medekameraden een stapje hoger komen. Dat is altijd goed. Het is heel geweldig. Ik ben trots op allemaal. Het is eigenlijk een eer om hier uitgenodigd te zijn en ook met ze te staan. Jawel. De boodschap die ik zou hebben is algemeen voor iedereen. Ja, de top. Er is genoeg ruimte aan de top. Doe je best en kom daar.